Wie heeft jou weggestuurd dan? Dat weet ik niet, dat weet ik echt niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. Ik weet het wel, maar ik zeg het niet. Je gaat het niet zeggen. Nee. Dan stuur ik een paar Marokkaanse neven, broer. Die hebben ze opgelost, joh. Nee, geintje, joh. Geintje. Kevin, uitkomst voor FC Den Bosch. Wat voor club is FC Den Bosch door de ogen van Kevin Filida? Ik denk dat het wel een warme club is. Een mooie club. Een club waar veel mensen uit de omgeving om geven. Dat ook zeker. En ja, voor jonge spelers is het gewoon ideaal om je te ontwikkelen eigenlijk. Waarom dan? Omdat ze de jeugd wel heel veel kansen geven hier zo. En er is zelf onze huidige hoofdtrainer, Erik van de Ven, die is ook jeugdtrainer geweest. Dus die kent ook heel veel jeugdspelers. En vanuit daar stromen veel spelers eigenlijk door naar het eerste elftal. Ja, en je bent geboren in Rotterdam, opgegroeid in Spijkenisse. Maar je maakt je debuut in de betaalde voetbal in Brabant bij FC Den Bosch. Hoe dan? Ja, eigenlijk wel een heel lang verhaal, maar ik zou het kort even uitleggen. Ik ben begonnen bij SCO 63, bij mij om de hoek in Spijkenisse. En toen vervolgens was ik gescout door Feyenoord en Sparta. En toen heb ik stage gelopen bij Feyenoord. En toen zeiden ze dat ik nog niet goed genoeg was voor de jeugdopleiding van Feyenoord. Toen stuurden ze me naar een betere amateurclub. En toen vanuit daar ben ik gescout door Excelsior Rotterdam. En na een jaar was ik alweer gelijk afgevallen. Zeiden ze dat ik niet goed genoeg was. Ja, want hoe denk je dat Excelsior nu naar jouw ontwikkeling kijkt? Ja, dat weet ik echt niet. Maar ik hoop dat ze wel zien dat ze een fout hebben gemaakt in ieder geval. Dus dat vind ik al goed genoeg eigenlijk. Wie heeft jou weggestuurd dan? Dat weet ik niet, dat weet ik echt niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. Ik weet het wel, maar ik zeg het niet. Je gaat het niet zeggen. Nee. Dan stuur ik een paar Marokkaanse neven, broer. Die hebben ze opgelost, joh. Nee, geintje, joh. Geintje. En dus als ik het goed begrijp, heb je bij alle drie de clubs uit Rotterdam in de jeugd mogen snuffelen. Wat is voor jou de mooiste club uit Rotterdam? Ja, Feyenoord natuurlijk. Waarom Feyenoord? Ja, als je daar als jonge jongen al binnenloopt, dan zie je al gelijk dat het een hartstikke mooie club is. Die stadion is gewoon abnormaal en de sfeer daar zo is ook gewoon niet normaal. Dus ja, ik was al gelijk verkocht toen ik klein was, toen ik dat zag. Je bent Feyenoord supporter? Ja, zeker. Ja. Is het voor jou een droom om ooit in de Kuip te spelen? Ja, het is zeker een droom voor mij om daar te spelen. Mijn familieleden zijn ook allemaal van Feyenoord, dus mijn neefjes, mijn nichtjes, iedereen eigenlijk, dus ja. Dus eigenlijk de familie Filida ademt Feyenoord. Ja, zeker. Ja. Hey, Hans Kraaij, die is een enorme fan van jou. Volgens mij heeft hij aandelen in jou. Ik weet niet dat hij dadelijk op jou gaat cashen. Maar iets, die link is er gewoon niet. Hij zegt, elke club onder de top 6 in de Eredivisie moet Kevin Filida per direct halen. Ben je het daarmee eens? Ja, dat wil ik niet over mezelf zeggen. Maar het is wel mooi in ieder geval dat hij zo over mij uitspreekt dat... Dat doet wel wat met me. Dat wat doet dat met je? Om te horen. Ja, het geeft me ook motivatie om nog beter te presteren. En het geeft me ook het gevoel dat ik goed bezig ben. Ja, op het moment staan jullie gedeeltelijk laatst in de keukenkampioen-divisie. Waar ligt dat aan? Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat het wel aan een stukje ervaring ligt. We hebben heel veel jonge spelers. Die ook volgens mij 4-5 die een debuut hebben gemaakt dit seizoen zelfs. Dus ja, het is ook wel lastig te zeggen eigenlijk, maar als ik naar de voorgaande jaren kijk, denk ik dat we wel toch wel een stukje ervaring missen eigenlijk. Ja, met welke voetballer zou je jezelf vergelijken? Hier word ik wel eens de Bosse Kanté genoemd. Heeft Hans die ook een keertje inderdaad genoemd, Kanté? Ja, kan wel, ja, klopt. Ja, ik denk dat ik mezelf wel een beetje met hem kan vergelijken. Hij is natuurlijk van een andere categorie, maar... Ik ga de goede richting op. Vind je Groningen een mooie club? Ja, het is echt een fantastische club. Het is echt een hele mooie club. Als ik kijk naar de wedstrijden ook, spelen ook aantrekkelijk voetbal. Het is echt, echt top eigenlijk. Ja, ik stel deze vraag omdat je genoemd wordt bij FC Groningen. Als Azor Matuziwa vertrekt, zou jij daar op een lijst staan. Heb je die interesse ook meegekregen? Ik weet wel dat er contact is geweest in de afgelopen transferperiode. Met mijn zaakwaarnemer en voor de rest weet ik er niet heel veel van. Dus Groningen had afgelopen zomer al contact opgenomen met je zaakwaarnemer? Dat is wel wat ik weet, ja. Oké, dus de interesse is er, zou je in de gaten? Ja, dat denk ik wel, ja. Oké, dus jij bent nu ploeggenomen met Postema, maar volgend seizoen ook? Ik hoop het. Tot slot, ik zag dat je goed bevriend bent met Joshua Zirkzee. Op Instagram ook en die dingetjes allemaal. Waar ken je hem van?
Ja, ik ben eigenlijk met Joshua opgegroeid samen. We zaten bij elkaar in de klas vanaf klein en we hebben nooit contact met elkaar verbroken eigenlijk. We zijn nog steeds gewoon beste vrienden en dat zijn we eigenlijk vanaf klein. Dus hij is een hele goede vriend van mij en we spreken elkaar dagelijks eigenlijk. Feyenoord zoekt nog een spits, nu nog steeds. We gaan het zien. Oké. Okay. Was je telefoon? Dat kan wel even app. Esso naar Joshua even, toch? In de camera, Esso naar Joshua. Esso naar Joshua, man. Love.